En jij doet hier mee aan de spelweek, hè? Wat vind jij ervan? Ik vind het heel leuk. Wat ga je vandaag allemaal doen? We hebben net figuur gezaagd en vanmiddag gaan we nog wat doen, maar ik weet nog niet wat. En ga je de hele week meedoen? Ja. Jullie organiseren dit al een hele tijd. Hoe lang doen jullie dit al? Het is volgens mij ons 18e jaar dat wij het organiseren. En jullie hebben ook thema's, zag ik op de poster. Wat is het thema van dit jaar? Het superhelden. Dus alles wat te maken heeft met superhelden, Marvel, DC. Gewoon mensen, tenminste de kinderen kunnen dingen knutselen en tekenen. Hoeveel kinderen zijn er ongeveer? Want ik zie er heel veel binnenlopen en buitenlopen. Vanmorgen zitten we op 55. Voor kinderen die de rest van de week zeg maar nog je willen aanmelden, is er nog plek? Zeker, je kunt gewoon 's morgens komen en dan gewoon een dagkaartje kopen. Wat hebben ze hier vandaag allemaal te doen? Want ik zie ze figuurzagen en zo. Ja, vanmorgen zijn de kinderen aan het knutselen en het figuurzagen. Vanmiddag zijn er allemaal groepspelletjes te doen. Ja, dat gaat de rest van de week zo verder. Elke keer is weer wat anders. Knutselen en zagen doen we elke ochtend. Verschilt dat zeg maar wat ze in de ochtend krijgen te doen en in de middag? Ja, we hebben vanmiddag spelletjes. En speurtocht? Morgen speurtocht. Morgen speurtocht. We hebben, donderdag hebben we superhelden training met een stormbaan. Die we hier neerzetten. En vrijdag is poppenkast. En weerwolven toch? Weerwolven, disco. Ja. Disco 's avonds? Ja. Ja. Wat ga je hier allemaal doen vandaag? Nou, we hebben nu figuurzaagd en we gaan zometeen de superheldentraining doen. Dat is ook heel leuk, hoop ik. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoorde dat jij al heel lang hier meedoet, hè? Hoe lang doe je hier al mee? Nou, langer dan 5 jaar, sowieso wel. Dat is ook heel leuk om te doen, dus waarom niet?